Vanochtend is in Den Haag de hoorzitting in de klimaatzaak tegen de staat gestart. Urgenda is deze klimaatzaak begonnen omdat de overheid te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. We vragen de rechter vandaag om zich uit te spreken, om de staat te veroordelen om 40% CO2 te gaan reduceren in 2020, omdat dat is wat nodig is om het leefbaar te houden voor de volgende generaties. We vragen de rechtbank ook om de staat te veroordelen om de burgers veel beter te informeren, want de meeste mensen hebben geen flauw idee hoe ernstig klimaatverandering is. En we vragen de rechter om een aantal dingen uit te spreken, zoals klimaatverandering is ernstig, wordt door de mens veroorzaakt en zal uiteindelijk mensenrechten schendingen als we niets doen. Dan zijn we namelijk van die discussie af. En dan kunnen we door met de uitvoering en wat gaan we nu doen in plaats van is er wel klimaatverandering, want het is gewoon overduidelijk. 900 burgers uit binnen- en buitenland hebben zich als mede-eisers bij de zaak gevoegd. Wij moeten onze politici een steuntje in de rug geven. Als je met politici praat in Nederland, waar het gaat over klimaatverandering, zijn ze het eigenlijk wel met ons eens. Maar ja, dan zijn er allerlei argumenten om het niet te doen. En ik denk als zo'n klimaatzaak, de rechter nu zegt het moet, dan zeggen ze ja, we kunnen niet anders. En dan kunnen ze hun hart volgen in plaats van de opinie volgen. Want de opinie kunnen zij zelf maken. En we zijn hier met een behoorlijk grote delegatie van de klimaatzaak. Dat is zeg maar de Belgische tegenhanger van wat jullie hier doen met Urgenda. En we komen leren vandaag. We hebben al die olie, kolen en gas hebben we niet nodig. Sterker nog, het is desastreus voor de toekomst van onze planeet. Een hogere prijs op CO2 zou dat ook echt kunnen versnellen. Nou, Urgenda eist dat de Nederlandse overheid doet wat klimaatwetenschappers zeggen dat nodig is om klimaatverandering te voorkomen. En dat is 40% emissiereductie voor 2020. Dat is wat we moeten doen om die 2 graden grens niet te overschrijden, althans 50% kans daarop te hebben. En dat is wat wij vragen. Nou, dat is niet een heel erg ambitieuze eis. Andere landen zoals Denemarken en Duitsland doen dit ook al. En wij zien eigenlijk niet waarom de Nederlandse overheid dat niet zou kunnen. Ik bedoel, je kan niet een specifieke uitspraak krijgen van je hebt gelijk of je hebt geen gelijk, als je maar op de goede richting gaat. En dat wil gewoon zeggen dat we meer en meer aandacht moeten hebben voor de kwetsbaarheid van deze planeet. En dat we daar als mensen een taak in hebben. Ik heb een nichtje die is net geboren en die woont in Rotterdam. En ik zou willen dat zij niet de piesang is van wat wij nu allemaal nalaten. Kijk voor meer informatie, foto's en video's op www.urgenda.nl/klimaatzaak.